twee hoogtepunten van het weekend waren voor mij wel deze twee. Welke? Kom eens. Jezus! Wat een tietenman! Is dat lekker? Ja. En ik ook een keer weer lekker. Ze gingen ook een soort slow motion als ze ook het podium afgingen. Moet je hem opletten dan? Echt waar? Ja, heerlijk man. Kijk, 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 kijk. Kijk, kijk, kijk. Kijk. Jongen, jongen. Nou ja, dat vond ik toch wel. Dat was voor mij echt al de twee hoogtepunten van het weekend. Daar heb ik me kostelijk mee vermaakt, hoor. Ja, daar is hij, Heiko Westerman. Ja, die kan er helemaal geen ene klote van. Nee. Dat zie je al. Dat zie je al als hij het veld in loopt. Als ze loopt. Ja. Weet je wie er zo lopen? Rugbiers. Maar die mogen hem in de handen pakken. Ja. Maar hij was wel snel op je ene actie toch, René, of niet? Dat hij die bal terughaalde. Alleen. Het is een aankoop van een waanzinnige dit, hè? Ja, maar... En die hebben ze toch gescout. Daar zijn mensen vijf keer voor naar het buitenland geweest. Dit vond ik geen slechte voorzet, hoor. Maar er stond alleen iemand. Maar... Nee, maar denk maar, kijk, staat er iemand, kop je hem zo in. Ja, dan wel, ja. Kijk, loop ook terug. Alsof hij wil zeggen, ja, jammer dan. Weet je wel. Nou, ik heb nog even een aftrapje van Panathinaikos. Ja, die was niet goed, hoor, Jan. Nee, kijk, ik heb mee. Kijk, daar komt hij. Let op. Kijk, kijk. Oh. Wat doet die dan? Dat was die samba, toch? Dat was die samba. Ja. Kijk. Maar die staat ook niet heel lekker in de wedstrijd. En die trainer had nog gezegd, jongens, samba niet te veel aan de bal laten komen. Ik heb hier een heel leuke vraag, de eerste. Ik ben in het geheim verliefd op Johan Derksen. Waar kan ik de liefdesbrieven naartoe sturen? Spekje even. Oh, als je al een rare achternaam hebt, Piri, dan zou je toch beter gewoon Ron Piri kunnen heten. Ja. Of Johan Piri, ja, ja toch? Maar dat, ik vind om dan twee van die kutnamen te hebben, Kik en dan nog Piri ook. Dat, ja. Ja, ja, die jongen krijgt nooit een meisje, man. Kan je vergeten. Welk meisje wil de Piri eten? Maar wat staat je nou het meeste bij van Aarau, als je dan toch nog even daarop terug mag blikken? Nou, ik heb een keer zo'n meisje uit zo'n boutique een beurt gegeven. Die onze kostuums aanmeten. Ja? Ja. En had ze zo'n belletje op? Nee, die was echt lekker. En dat deed ik gewoon waar iedereen bij was en niemand zag het. Dat wil ik weten. Hoe deed je dat? Nou ja, weet je, je ging gewoon paskamertje in natuurlijk. En ik riep haar dan. En op een gegeven moment heb ik gewoon heb ik heel stiekem even tegen het spiegeltje aangezet. Dat is eigenlijk nog wat ik me heel goed kan herinneren. Ja, met die spiegel ook nog. Ja. En ik kan me nog herinneren dat Maarten Spanje bij mij was en ik met de dochter van de voorzitter naar een uitwedstrijd ging waar ik ook meedeed. Maar ik hoefde niet altijd met de bus mee, weet je, ik mocht gewoon met mijn eigen auto. Ja. En toen reden we terug en toen zat Maarten achterin met de dochter van de voorzitter. En die probeerde de dochter van de voorzitter een beetje aan de tietjes te zitten. Dus ik zei, Maarten, doe dat nou niet, weet je wel. Misschien is dat meisje er helemaal niet voor gediend. En toen probeerde hij nog en het ging niet. En toen zei hij de legendarische woorden... Du bist ein taart, die er voorbij komt und du kan nicht happen. Toen heb ik ook mijn auto even aan de kant gezet. Ja, dat zei hij. Ze had mij gevraagd voor dat programma Chantal blijft slapen. Ja. En toen had ik gezegd, nou, je komt bij Van der Gijp thuis niet weg met... Alleen slapen. Nee. Dan wordt er geneukt ook. Ja. Even serieus. En de volgende dag stond ze op de stoep. Nee, maar ik ben getrouwd en ik heb kinderen. Oh, daar voel je niks van. Zeg, daar heb ik toch schijt aan, joh. Dus dat is toen een beetje misgelopen. Ja. Ik heb er niks meer van gehoord. Nee, dat is niet doorgegaan dus. Heel kinderachtig van het vrouwtje. Ja, vond ik wel, ja. Vond ik wel. I am now celebrating my birthday in Ambon. Die Usain Bolt, die had die grote lap er even bij een meisje van 20 in gang, hè? Die... Wat is dit voor overgang? Nee, maar ik zei... Nee, maar... Ja, een beetje gelijk. Nee, maar...
Weet je, het is dit niet heel leuk. Kijk, 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 let op, let op, let op. Ho, ho! Bert, kom op! Een vuurpijl! Nou ja, ik wil niet moeilijk doen, maar als je die vuurpijl die je nek krijgt... Die nee, dan... kom op, weet ja, je. Kijk nog eens je gaat naar Saoedi-Arabië, echt... dan mag je al blij zijn dat je geen bijl in je nek krijgt. Dat geweldig brein, wat vergelijkbaar is met een Ferrari, ook op zijn snelheid te laten functioneren die daarbij past. Dat is past. Ook goed, Rini, dank je wel. Rini, dank je wel. Rini, zou je zeggen weten wat hij zei? Nee, ik heb geen enkel idee. Nou, we moeten nu alles... zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. Wat op het eentje? Ja? Het is wel een statement. Ja, natuurlijk, hè. Even gewoon deze. Ja, even dat statement even. Want het is, hij bedoelt het echt serieus, hoor. Alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. Maak je het klaar? Ik snijd deze zo meteen uit, de filetjes, en die bak ik zo meteen lekker aan. Hoe bak je die aan? In de pan. Het boek zelf, Ben, dat, waar kunnen we dat kopen? In de boekwinkel. Waar kunnen we dit boek kopen? Dat is toch geweldig, of niet? Dat je dat dan iemand vraagt. Ja, zo lacht die Gijp ook. Ik zal je dat ook niet doen. He? Gijp? Ja, maar het was natuurlijk ook een kutuitzending met die Eva Jiemek. En dan aan die Connie Palme vragen. Connie, doe even je ogen dicht en denk dan aan Limburg. Die Connie. En toen zei... Ogen open, Connie. Connie, ogen open. Nou, dat ging nog maar net, hè? Ja. Die lag echt lekker te slapen, hè? Die lag bijna tukkie te doen. En toen zegt ze... Waar denk je nu aan? Draadjesvlees. Draadjesvlees. Het wordt steeds gekker, hè? Ik heb gisteren een uur naar Boer Zoek Vrouw zitten kijken. Echt waar? En? Ik weet niet wat ik zag. Echt ik wist goed? Niet wat ik zag. En? Nou ja, gewoon een gozer die dus zegt, dan komt er een vrouw binnen en zegt... Ja, maar een hele mooie brief, meneer. Je was heel open in de brief. En ik heb heel veel van je leren kennen, joh. En dan gaat weer weg. En dan komt er een tweede en dan zegt hij... Ik heb je een hele open brief gesneden. Ja. Ik denk, waar zit ik nou toch uit te kijken, zeg? Maar met mij nog 3,7 ja. Naar niks. Die ene boer heeft dus nog nooit iets gedaan. Nee, je had nog nooit wat... Die heeft nog nooit met een vrouw... Ja, nee. Stuur daar lekker Patricia Paai op af, man. Ja, man. Dan weet je wel gelijk van de hoeden erop, hè? Ja, lekker toch, hè? Regie Blinker. Oh, die kwam met studiovoetbal voorbij. Oh. Met Sonny Siloy samen. Ja. Sonny Siloy. Die Regie Blinker zit heel de tijd te kijken. Zo van, nou, ik ga zo echt iets zeggen. Ja. Maar hij stelt het steeds uit. En ja. Echt iets waar iedereen wat aan hebt, weet je wel. Maar wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Niks. Nee. Prima. En dan heb je die andere aan de overkant. Siloy. Die, wat heeft Go Ahead nou nodig? Weet je wat hij zei? Een overwinning. Ja. Christian Wieland die staat bij een absolute topper. Ja, is een beffer. Ja. 100%! Ja, is een echte beffer dit. Maar de wedstrijd de Graafschap Twente. Maar jij bent geen fan van, begrijp ik. Ik vind het een vreselijke vrouw. Wat moet ermee gebeuren, vind jij? Nou. Nou, we zeiden net in de kleedkamer, die moet dus flink keihard in de... Maar dat wou ik... dat wou ik hier niet herhalen. Toen moest hij heel hard lachen. Ik denk, oh, die ga ik dadelijk gebruiken. Maar ik slik hem in. Nee, heel verstandig inderdaad. Nou ja, ik wil het niet groter maken als dat het is, Wilfred. Maar ik wil verder als Renate. Ja, lacht er maar op. Ja, ik vind het niet om te lachen. Nee. Mijn zoon heeft me heel de dag al zo genoemd. Echt serieus. Maar dit is dus de laatste keer dat we jou in deze hoedanigheid gaan zien. Juist. Ja? Klopt. Welkom terug bij Voetbal in Feit. Met Johan Derksen, Jan Moskamp en Renate van der Gijp.